Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. We spelen vandaag uit tegen Utrecht voor de competitie. En we spelen in onze sterkste opstelling, want het wordt alweer eens tijd dat er ook gescoord gaat worden. Na een gelijkspel tegen Groningen, 0-0. Een gelijkspel tegen Barcelona, ook 0-0. Wil ik vandaag gewoon weer winnen. En ja, sowieso doelpunt maken, want al die 0-0's, daar worden jullie ook niet vrolijk van natuurlijk, hè. Kijken voetbal om goals te zien natuurlijk. Enige minpuntje is Villalba, die is geblesseerd geraakt tegen Barcelona. Het valt op zich mee, 3 weekjes. Maar ja, moet het eventjes zonder hem doen. In zijn plaats speelt dus Octavio. Linksbuiten die nu eventjes op rechts speelt. En Congolo met een kutpaas. Echt de enige plek waar hij niet had moeten pasen was waar hij hem paaste. Had hem de links voorbij kunnen spelen, rechts er voorbij. Wat doet hij? Dwars door het midden, precies waar de verdediger staat. En deed het ook weer niet goed. Kom op Van Aken, gooi jij de beuk er dan even, jongen. Als het dan niet wil, dan moet het maar anders. Het lukt Van Beek ook niet om de bal te pakken. Kom op. Hebben die bal. Lekker Elia, nog een keer jongen. Nou, zoals gezegd, dus 0-0 tegen Barcelona. Wat natuurlijk gewoon een goed resultaat is. Ook nog uit ook, hè jongens. Ook niet vergeten. Het is de eerste groepswedstrijd. En dan gelijk gewoon een puntje pakken. Ik was er best tevreden mee. En dit is gewoon een kutpaas weer. Kan dat nou, joh? Waar komen al die kutpasen vandaan? Lekker, jongen. Zo. Kom op, Karsdorp. Loopt dan door. Score dan. Die had het beste in gemogen, hoor, jongens. Nu dan. Oeh, ook niet. Net mis. Sliding ook mis. Met Sanabria gaan verdedigen. Wat hij goed doet, alleen de voortzetting is wat minder. Goed. Oeh, jammer. Kom op, jongens. Nog een ingooi. Lekkere bal, maar niet eens. Nog maar 40 km per uur te hard. Weer. Jongen, man. Lekker kom, Bottekin. Ja, wie dan? Dan maar naar rechts. Jongen. Ik weet niet wat er mis is hoor de laatste tijd. Het wil gewoon even niet. Nou, nu dan. Octavio. Geef eens een goede voorzet, jongen. Ah, jammer. Filena. Die hadden we beter moeten koppen. De voorzet was goed.
Just lent the ball to his mate and got it back again. Janssen. Tackle goes in. Nou, Van Aken. Looking good, this move. Waar moet ik de bal dan kwijt, jongens? Weer geen paas. jongen, man. Utrecht spelers is dan wel lekker in de weg de hele tijd. Nee. Dan de tweede helft maar. Laten we de eerste gauw vergeten. Aanvallende, hop T. Lijkt weer de bal kwijt. Op Kasdorp. Lekker jongen. Nee, pas hem dan. Paardenlul, Jezus man. Zo, hè, eindelijk een goede paas. Nu nog een goed volg. Niet helemaal zoals ik dat bedacht, maar toch nog een aardig schot. Geen goal helaas. Echt keeper, pleur nou toch eens op man. Moet ik zo naar scoren in hemelsnaam. Lekker Kasdorp. Paas hem dan naar Elia. Godverdomme joh. Short passes, they're keeping the ball. Through pass. Congolo, die wil hier ook echt aan de bal hebben. Van Aken. Oh. Jezus. Waarom loop je dan niet? Lopen elkaar bijna in de weg. Nou, dit was ook niet best. Lekker Fozu Mensa. Nou, dat is beter. Hoe dan? Echt jongens. Doe ik nou echt te moeilijk? Nu dan. Nu dan. Hé, eindelijk. Alle frustratie eruit nu. Elia met een goede paas in zijn Adria. Staat goed. Rolt de broed af. Al was hij niet moeilijk. Je moet hem wel maken. 1-0.
Gelukkig. Ik denk het zal toch niet weer 0-0 worden, hè? Of erger. In ieder geval een doelpunt. Nee, keeper man. Godverdomme joh. Wat doet die? Ja, dit is wel echt een zero, ja, voor Vermeer. Shit joh, eindelijk een doelpunt gemaakt. Lekker soepel weer dit, jongens. Godsamme. Nu dan. Ja. 2-1. Geen buitenspel of zo, hè? Nee. Sanabria scoort gewoon weer, hoor. Hij had er in eerste instantie wel in gemogen, maar maakt niet uit. Hij zit erin. Oké. Niet meer te aanvallend nu. Dan lopen ze er weer zo doorheen. Lekker laten gaan. Goeie bal, jongen. Wat gaat Elia doen? Wat ga je doen, jongen? Oh, paasje op Sanabria ging niet. Kops. Geen doelpunt meer tegen nu. Lekker Congolo, jongen. Ja, yes. Oh, toch 3 punten. Ah, pak van Maart. Sanabria man of the match. Kan niet anders, toch? Ja. 2 goaltjes gemaakt. Assistje van Elia. Assist van Congolo? Hè? Hoe dan? Nou, ik snap er niks van. Otavio schoot op de keeper. De keeper houdt hem. En Sanabria die scoort hem. En Congolo krijgt een assist. Ja, maakt niet uit. Ik zeg bedankt weer voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Later.